Er moet veel gebeuren. Dat zie je ook als je hier rondloopt. Meubilair is geleverd, dus inrichten, maar met name morgen leermaterialen, de leermiddelen. En nog heel veel andere dingen die geleverd worden. De school is er gekomen vanuit de moskee hier in Hengelo. Voorziet in een behoefte. Ja, waarom? Waarom een islamitische school? Met name om kinderen een veilige basis mee te geven. Vanuit ook een stuk herkenningspunt. Ik heb met veel ouders gesproken en ouders gaven ook aan. Ja, ook kerst bijvoorbeeld. Hè, de hele sfeer ook op basisscholen waar kinderen nu zitten mee te moeten maken. Terwijl dat niet iets is wat ze hebben daar respect voor, staan daar open voor. Maar niet vanuit geloof vieren zij dat. Dat is een van de voorbeelden die genoemd wordt. Maar ook dat kinderen soms gepest worden of het anders zijn. En vanuit die veilige basis, deze school. We weten allemaal dat kinderen goed tot leren komen als ze vanuit een veilige, vertrouwde omgeving kunnen werken. Waarom is het soms op een openbare of christelijke school niet zo vertrouwd voor islamitisch georiënteerde kinderen? Nou, dat is, ik wil niet generaliseren, dat is natuurlijk niet altijd aan de orde. Maar dit zijn wel verhalen wat ik van ouders hoor. Het heeft ook te maken met het maatschappelijk kader waarin we leven. Soms gebeurt er iets, ik noem een IS, dan weten de meeste mensen waar ik het over heb. Als er een voorval is, zoals in de tijd in Parijs, daar hebben mensen last van. Ja, vooral ook kinderen hebben daar dan last van. Zeker, want die begrijpen het ook niet altijd. En wij willen vanuit die veilige, vertrouwde basis kinderen toerusten tot toekomstige wereldburgers. Jullie moeten wel groeien de komende 5 jaar naar ruim 230 leerlingen, iets meer zelfs nog. Waar komen jullie leerlingen allemaal vandaan? Want hoe groot is de groep, de doelgroep waaruit de leerlingen komen? We zijn een regionale school. Je zou denken vooral Hengelo, en dat klopt. Maar daarnaast ook uit Almelo, maar ook de omliggende dorpen. We hebben 50 aanmeldingen op dit moment en dat loopt voorspoedig. Dus ieder jaar 50, dan is het goed. Dat gaat lukken? Daar gaan we zeker voor. En aan ons zal het niet liggen.